En rappen. Hey, worm. Hey, ik ben gewoon een worm, oké? Okay? Laat me vormen. Hallo, hier is Kingo. Met Kingo speelt Atomega. Samen met meneertje. Emma, is het nou Atomega of Atomega? Ik denk dat het gewoon als één woord, dat je dat als één woord moet zeggen, dus Atomega of zoiets. Dat klinkt cooler, maar dan. Atomega. Ja, je kan het zeggen als Atomega of Atomega, ik weet niet. Het klinkt gewoon cool, het is een cool woord, oké? Okay? Laat me. Okay. Anyway, dit is dus een leuk klein spelletje wat ik heb dus gekregen van iemand op een Steamlijst. Dus ik zal even je naam in beeld zetten, want ik ben het nu even vergeten. Dus bedankt voor het spel. En, oh, ik ben het nou vergeten. Ja, ik ga niet alle namen onthouden, sorry dude. Ja, Sven. Oh, Sven. Ja, Sven zit hier ook. Alleen hij kan zelf niet praten, maar hij gaat zo meedoen. Dus dat is wel cool. Dus wat is Atomega? Atomega is een fighter game in een arena met best wel coole mechanics. Het is zeg maar heel simpel, heel klein. Maar het is wel gewoon een super vet spel. Het is zeg maar, je begint als een klein celletje. En in de arena kan je blokken verzamelen om te groeien. En naarmate je groeit, word je ook sterker, krijg je meer levens. Het is de bedoeling om dan andere mensen uit te schakelen. Je hebt heel veel verschillende dingen. Je kan bijvoorbeeld wegteleporteren in ruil voor wat van je mes. En je hebt ook een super ultimate stage aan het einde van je groei, zeg maar. Dat is best wel vet. Dus in deze video wil ik een paar runs laten zien. Het zijn allemaal potjes van 10 minuten, dus ik denk dat ik er 2 ga doen. En ja, dan kunnen jullie een beetje zien wat voor spel het is. Ik denk dat we al om te beginnen één private match gaan doen. En daarna gaan wij gewoon in een servertje. Het is niet een heel erg veel gespeeld spel, dus de servers zijn misschien maar met 4 anderen of zo. Maar, okay, ik heb het is wel leuk. Ik heb een private match gemaakt dan. Oké, okay, dus dan zien jullie in game. Dus oké, we zijn de private match aan het laden. Temple is de map. Er zijn best wel wat verschillende maps. En de maps zijn echt super groot in dit spel, jongen. Dus ze hebben ook heel ziek gemaakt. Oké, okay, waiting for players. We zijn nu met z'n tweeën. We moeten nog even wachten tot Sven erbij komt. Oké, okay, dus voor mij begint de game nu, maar Sven, die als goed is, kan je gewoon joinen. Alright. Dus zo begint het. Dit zijn we in het begin, gewoon een klein stelletje. Als goed is, rampen we hier ook nog. Ja, daar is die. Wat heb je nou springen daar? Omdat ik het kan. Oh, kom man. Oké. Okay. Anyway, je begint dus allemaal hier. Nog niet gaan. Oké, okay, wacht wel even, jongen hoor. Ja, we wachten gewoon op Sven. Kan ik het? Het is Remke. Dat is hier. Nou, ik zat Oh. Hey, Karate Cat has joined. Dat is Sven. Oké. Okay. Ja, dus dan kijken we wel even naar de map. Sven die zelf zal komen, I guess. Hij zit al in de server. Dus dit is de map. En de map is super interessant omdat je dus heel veel verschillende openingen hebt. Je kan overal naar binnen en doen en overal onderdoor. Je hebt ook allemaal wegen allemaal onder en zo. En naarmate je groter wordt, kan je dus niet meer door bepaalde gates, zeg maar. Dus moet je op een andere... Wacht. Sven is al gewoon bezig. Godverdomme, wat? Sven. You motherfucker. Sven is hier gewoon al bezig. Fuck? Sven. Je zegt ook niks, hè? Oké, okay, ik kan niet praten. Anyway, laten we maar beginnen. Dus je pakt deze blokken en je groeit dus. En je kan rechts zien hoe groot je bent. Dus ik ben nu een cel. Gewoon letterlijk een één blok groot ding. En naarmate ik meer blokken verzamel, dan word ik dus groter. En je ziet dat die balk opvult. En als die balk helemaal is opgevuld, dan, dan word je dus evolueren. Dus laten we even hier wat blokken pakken. En there you go. Dus ik ben geupgraded tot een Zoa. Dus dit is een soort van worm-achtig ding. En dat was Sven dus ook die, net. Bitch. Dus weet je, Sven is dat. Die. Oké, hun zijn al bezig. Ik ben een beetje uitleg gegeven eerst. Anyway, damn you. Laat ik even naar de volgende tier groeien. Want dat is wat ik meestal doe. Meestal wil ik naar tier 3 en dan pas begin ik mensen aan te vallen. En there we go. Dus nu ben ik een raptor, een saur. Dus dat is best wel cool. Je kan een beetje zien in de schaduw waar ik nu ben. Dus, yeah boy. Oké, okay, je hebt ook power-ups, dus als dat gele blokje wat ik net al pakte. En dat heeft allemaal verschillende power-ups, het is net zoals bij Mario Kart moet je het zien. Het is gewoon een random blok die je pakt en dan krijg je een random power-up en die kan je dan activeren wanneer je wil. En dit is Rush, en met Rush dan ben je gewoon sneller. Dus ik activeer het nu, met E, en dan ben ik gewoon een stuk sneller. Oké, okay. Nou, laten we maar even op zoek gaan naar wat mensjes. Kijken of we Remco en of Sven kunnen vinden. En ik ben nu te groot zal zijn, ik denk dat Sven misschien ook al... Oh, ik word beschoten. Ah, daar is iemand. Oh, oké, okay, het is Remco en hij is dus al de volgende tier. Oh, boven de raptor. Dus kijk, ik ben nu low. Ah, dammit. En wat ik had kunnen doen is wegteleporteren met Q. En als ik dat had gedaan, dan had ik, een klein beetje blokken verloren. Maar dan was ik niet dood geweest en dan moest ik niet opnieuw beginnen. Dus wat ik nu wel moet doen. Dus dat is ook tactic. Je moet proberen zo snel mogelijk weg te springen als je denkt van, oh, dit win ik niet. Deze fight. Dus Remco was een hogere tier dan ik.
En dat je eigenlijk moet wegspringen. Maar goed, kijk ik. Oh. Wat de hel was dat? Was dat iemand? Ja, dat was iemand, oké. Okay. Ik dacht al. Huh. Even mijn ding. Ik pak de power-up, fuck. Oké, okay, dan pak ik deze wel, hè. Nee, dus ik heb nu grow. Dat betekent dat ik sneller groei. Oh nee, dat is helemaal weer. Kijk, dus nu kan ik Q doen. En dan ben ik dus een paar blokken kwijt, maar lang niet alles. Dus dat is zeg maar hoe je kan saven. Als je in een battle bent en je denkt van, oh, dit vind ik niet. Oké. Okay. Raptor. Ja, Sven. Ja, Sven. Ja, nee. Dat is wat je kan doen, Sven. Ja, dus op Q klikken als je denkt van, shit, dit vind ik nooit. Dat heb ik nooit lukken. Ja, als je bijna dood bent of zo. Of je denkt, ik weet het niet, dan druk je gewoon Q, dat teleporteer je ergens anders heen, verlies je wat blokken, maar ga je niet dood. En dan moet je niet helemaal opnieuw beginnen. Mm-hmm. Oké, okay, dus ik ben bijna de volgende tier. En dan ben ik op de tier wat Remco dus net ook was. Dus laten we hopen dat ik niet iemand vind. Kijken. Oké, okay, ik heb een damage power-up. Nice. Oké, okay, hier ligt nog wat blokken. Ik denk dat ik hiermee wel level up kan worden. Oh, net één blok te weinig. Oké, okay, dan pak ik die hier. En there we go. Dus nu zijn we de volgende tier, de Prime. Of hoe ik het graag wil noemen, de Gorilla. En, oh, Remco is al de tier daarboven. Hij is een Titan, noem ik het. Oh. En hij heeft de ability, dat paarse wat hij is. Ah, dammit, nice. Dat paarse wat hij nu is, dat is steel. Dus dan steelt hij blokken van me. Dus ik ging weer terug naar de tier onder me. Omdat ik maar pas was geëvalueerd. Dus dat is heel sterk. En Remco is goed onderweg naar de Omega State. En ja, je hebt ook een nemesis ding. Dat is zeg maar, als je 3 keer wordt gekillt door dezelfde persoon, zonder je hem kill, dan wordt hij een nemesis. Oh, Jesus, kijk, en af en toe heb je ook een shield, waardoor je dus niet door kan schieten. Nou, ik probeerde Remco te raken, maar dat ging niet echt. Oké, okay, zo. Dus ik moet oppassen, want kijk, daar is Remco. Hey, bitch. Nope. Fuck jou, bitch. Maar kijk, hij doet heel veel damage op me, omdat hij dus 2 tiers boven mij zit. En wat ik altijd zeg, is van, val alleen maar mensen aan die 1 tier boven je zitten, max. Dus ik kan nu van die primes gaan zoeken, dus ik wil eigenlijk Sven zoeken. Ik ben benieuwd waar Sven zit. Oh, Sven. Maar Remco is op het moment nog iets te sterk. Hij kan hem wel een beetje poken. Ik weet niet of dat überhaupt effect heeft. Ik denk dat je er misschien een paar punten van krijgt. Maar je hebt dus ook een puntsysteem. Dus kun je hierboven zien. Dus Remco gaat heel lekker nu. En Sven, ik loop een beetje onder. Oké, okay, oh, hier liggen veel blokken. Kijk, dit zijn generators. Deze dingen die genereren gewoon enorme blokken constant. Oké, okay, dan ben ik weer een prime. Dus ik weet nu waar Remco is. Dat is het mooie aan dat nemesis. Dus ik kan gewoon, in principe kan ik overshit. In principe kan ik Remco avoiden. En ik zie Remco aankomen lopen meteen. Oh. Wow. Sven is gewoon aan het hiden, hè? Ik weet het gewoon zeker hier zo. Oh, daar is hij. Nevermind. Hij is aan het hiden, hè? Ja hoor. Kijk, dus ik moet, there we go. Dus ik heb Sven gekilled. Hij kon niet op tijd weggaan. En dan krijg ik dus een paar van zijn blokken. En dan moet hij dus opnieuw beginnen. Maar dat had je al vaak genoeg gezien met mij. Oké. Hey, gaat een beetje... Dammit, kijk, dus nu is het zo'n klein kutding. Dus kan ik moeilijk raken nu. Oh, hoi. Doe eens niet. Hoi. Hey, Lano. Oh, hij is Omega. Dus dat is Remco nu in zijn Omega vorm. Dammit, ik kan niet teruglaten. Dus dit is de hoogste tier waar je kan hebben, dat is Omega. Yep. En nu is hij echt gewoon de torrent die boven de complete map uit. Dus het is heel epic om dit te zien van de afstand. Laat ik even kijken. Dus ja, hij zegt gewoon ongelooflijk groot nu. Wat ben ik? Ultra? Wat doet Ultra? Oh, dan schiet ik gewoon super rapid fire. Wee! Boy, doei! Nope. Kijk, en als Omega heb je dus zeg maar... Je moet dus blokken verzamelen. Ah, dammit. Was het een slow beam of zo? Ik kon er helemaal niet door. Nope. Dat is fucking vaag, ik kon nergens zijn. Anyway. Omega Octane. Ja, dus dat is als je doodgaat als Omega of als je gewoon niet lang overleeft. Want je hebt zeg maar op een. Je levens gaan er constant af, in principe. En die kan je dus rechargen door meer blokken te verzamelen. Maar als je dat. Ooit dus niet snel doet, dan ben je dus snel kwijt. Dan obtain je Omega. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar dan word je weer terug helemaal opnieuw. Dan begin je weer onderaan, zeg maar. Ja. Yep. Dan weet je hoe het werkt. Oké. Okay. Maar nu is Remco dit heel klein, dus nu kan ik eindelijk op hem afgaan en dan kan ik die Nemesis points kan krijgen. Dus je gaan we een keer doen. Kijk, hij zit erachter. Oh, ik zag hem al gaan. Nee. Kijk, dus hij heeft nu... Voor mij is dat dubbel damage weer.
Dus kijk, hij teleporteerde weg, zoals je kan zien. En hij got revenge. En dan krijg je dus ook extra bonuspunten voor en al. Kijk, als raptor kan je bijvoorbeeld hier onderdoor. Oh. Dit is Sven. Oh. Ja, ja, kom hier, Sven. Oeh, epic battle hier. Oh. Jesus. Ah, dat is low. Nope. Oeh, got him. Jammer, Sven. Ja. Dus ja, laten we kijken hoeveel tijd we nog hebben. We hebben nog 20 seconden, dus ik kan niet in deze match naar dingen gaan. Naar, hoe heet het, Omega vorm. Maar jullie hebben in ieder geval gezien dat er een Omega scoort. Dus je weet wat het inhoudt. Dus ik probeer de volgende match als we zo'n public server gaan proberen te doen. Dat zijn dus een beetje de basics van het spel. Dus je groeit gewoon, je doet damage, je hebt power-ups. Dat is wel vet. Yes, I win it. Remco heeft gewonnen, ik ben tweede, Sven is derde. Maar goed. Anyway, ja, dan gaan we dus nu een andere dingen opzoeken. Een fatsoenlijke server. En dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. Remco, ik zit met Genji. Fucking Gengu, mate. Ja, Gengu, het is over blijkbaar. He's gonna slice us up. Team up, vraagt hij. Nee, we gaan niet teamen. What the hell with you? Fucking Genji. Oh, kunnen we meteen beginnen? Oh, nice. Oké, dus als iedereen er is, kunnen we meteen beginnen. Nice. Dat is oké. Let's see. Oeh, nee, iemand had de blokken voor mijn neus. No, dat zou ik doen. Ja, wat zei je hier zo? Wat had mijn plan? Oké, dan ga ik hier maar door. Ik vind deze gang echt zo nice. Dan kan je superveel blokken je snel verzamelen. Je kan super ver wegkomen. I love it. Pak jou Genji. Hij is meteen op Genji bezig, nice. Yes, I killed Genji. There we go. En ja, je kan niet. Soms dan kan je zomaar blokken verzamelen waar je dus niet kan evolueren omdat er gewoon geen ruimte is. En dan moet je gewoon ergens uitlopen en dan evolueer je zo snel mogelijk. Oké, okay. Rush. Laten we even gaan sprinten nu. Blokjes verzamelen. Oh. There we go, het is Remco. Jesus. Ja, valt af! Wat the fuck? Ja, je hebt dus zeg maar van die barriers. Oh shit. Het is Genji. Het is Gengu. Je hebt zeg maar van die barriers die je dus kapot kan maken. En datzelfde heb je met verbruggen sommige maps. Oké, ik weet niet waar dingen is, die hozen. Daar is Gengu. Dammit. Alright. Oké, ik weet niet hoe die door moet. Yes. Get him, die vorm. Oh. Het is Sven. Nee, Sven. Don't do this. Don't. Oh, close. Oh, fuck. Oh, fucking hell. Oh, ik had je net niet kunnen finishen. Nice, Sven. Dammit, ik miste op het einde. Oké, ik ben in ieder geval prime. Oké. Oh, maar ik ben niet de enige prime hier. Nope. Oh, fuck, hij heeft dingen. Oké, wegwezen. Hij heeft zeg maar een knockback. En hij had me bijna van de map afgesodemieterd. Oké. Bijna van de map afgejiet. Ja, bijna. Oh, we hebben een nieuwe. Hij heeft zijn speed. There you go. Daar hebben we weer een zekere Cyphex. Oh fuck, nee. Huh? Wat zei je? Doe niet! Nee. Oh, come on, ik wou ontsnappen. Dammit. Wat zei je? Waarom wint ik je altijd op de kerstmomenten? Ja, maar jij wist wat eerder, hebben we Cyphex. Wacht eens even. Dat is Rosaya's eerst. Ja, Cyphex, hè. Dat zit nog steeds in me gegraveerd. Ik hoor van alles worden weggeschoord hier. Jezus, ik ga bijna compleet level up. Wat fuck? Ik zag wel schaduw, hè. Wat is dat hier? Sven? Oh, je bijna ontsnapt, jongen. Bijna ontsnapt. Oké. Oh, we hebben daar een andere Prime. Prime v Prime hier. Varela v Varela? Ja. Goddammit, ik kan niet hoog genoeg komen. Waar are you, Prime? Oh, hallo. Nee. Waarom vind ik jou altijd op de custom moment, Remco? Hey. Wie zit daar nou weer? Sven kwam even. Ik moet echt oppassen voor Remco. Remco is gewoon het gevaarlijkste hier. Oh jee. Aha. No. Dammit. Oh, no tijd. Fuck sake, zo so close.
Oké, okay, nou ik was dus net voor een split second als ik eventjes de Titan, de Superior. Maar toen kwam Remco natuurlijk weer, hè? Ja, switch. Okay. Check, ik ben weer bijna terug naar Titan en ik kan nu Remco zien, dus dat is mooi. Nu kan ik makkelijk maar uit de buurt blijven. Yo, Gengu. Ja, fuck, hij is nu even invincible. Dammit. Oké, okay, wegwezen. Dammit, dat duurt echt zo lang, de invisibility. Dammit, man. Why? Waarom had hij nou net invisibility? Dammit. Hoe lang hebben we nog? Oké. Okay. Zou er nog genoeg moeten zijn? Dan moet ik alleen wel even terugklimmen. Oké, okay, maar goed kijken. Okay, hij zit erachter. Oh nee. Laat me weg, laat me gaan. Wegwezen. Dan wil ik iemand gaan killen en dan komt Remco er weer bij. God damn it, man. Remco is echt zo'n predator in dit spel, dat is ongelooflijk. Weg, weg, weg. Oh, kom op. Dammit, ik vertrouw dat niet. Ik vertrouw dat echt niet. Dammit, jongen. Ik kan echt nooit groeien hier, hè. Godverdomme. Remco, hier. Fuck jou. Ik fuck jou. Oh, come on. Hou. Ik was gewoon binnen. What the fuck? Jesus Christ, dude. Oh, man. Oké. Okay. Kom op. Geef me in deze laatste... Het is maar 3 minuten. Het gaat nooit lukken, hè. Come on. Genji is er gewoon vandoor. Je hebt hem weggepet, Remco. Ja, klopt. Ja, hij is wel mega weer hier. Oké, okay, je ziet een all-out brawl bezig en ik zit hier als een kut fucking worm. Rampen. Hey, worm. Hey, ik ben gewoon een worm, oké? Okay? Laat me wormen. Well, ieder ander is ook een saar. Oh, we zijn er best veel nu eigenlijk in de match. Oh. Pretty nice, alleen het is redelijk laat nu. Come on, come on. Assist, ik krijg assist. Oh, ben je ge... Ja. Dus Remco weer volgt en dan attained Omega en dan vliegt hij in de lucht en dan... Wow, dan knalt hij het elkaar en weet ik het wat allemaal nog meer. Ja, maar jij bent het nooit. Oké, okay. Dus dit is echt de challenge, want dit is dus nu... De Sven is 1 tier hoger dan wat ik ben. Oh. En ik ben weer terug aan 1 cel ding. Oké, okay, dus Omega ga ik ook niet krijgen in dit potje, dat gaat nooit meer lukken. Ik weet niet hoe lang het is nog, 2,5 minuten, nee. Wat is dit? Oh, dan heb ik alles. Oh, dus ultra is gewoon dat ik superveel krijg, oké. Okay. Good to know. Dan moet je. Kom maar, Remco. Ik wil op zijn missie Nemesis points. There we go. Wat? Ik had gewoon, huh? Van mijn ding had ik nog gewoon, Oh, hi. Ik heb nog gewoon genoeg HP. Oké, okay, dan ga ik nooit winnen. Wegwezen. Ik ben weer een Raptor. Hoezo heb jij nog genoeg HP? Voor mij niet, voor mij was je gewoon dood gegaan. En de Magnetize werkt ook niet volgens mij. Waarschijnlijk omdat ik Ultra had, had ik ook Magnetize. Dus dan had ik juist eerst alle dingen opgezet. Oh, je had Ultra. Ultra, ja. En dan heb je alles zeg maar in 1 keer volgens mij. Of bijna alles. Dan heb je echt heel veel dingen. Ah nee, dan deed ik gewoon geen damage, omdat je dan waarschijnlijk ook die shield had, dus ja. Oké, okay, het is nog, ik kan niet eens zien hoe lang het nog is. Nog 23 seconden. Ik ben nog tweede blijkbaar, wauw, voor mijn gevoel ging het niet echt goed. Sven is afk, go! Nee. Guess who's first. Goed zo, Remco. Whee! Hey. Oké, okay. Secundo. Verstos. Mm-hmm. Ik wil wel een keer proberen Omega te worden op zijn minst. Dus ik wil nog gewoon een potje proberen. Gewoon om te laten zien hoe het is als de 2 hoogste ranks. Want dan ben ik nog niet aan het worden. Omega. Hoe lang was je Omega dan? 50. Okay. Dus ja, je krijgt ook altijd een rank en zo. En power-ups. Of sorry, XP en alles. Daar heb ik nog niet over gegaan. En je hebt dus ranks door je naar boven kan gaan al. En je hebt ook customizations. Dus ik ben bijvoorbeeld nu geel. Je hebt allerlei verschillende dingen hier. Je kan... De vorm van je cube, de texture op je cube kan je doen en zo. Kan wel een beetje customizen. Heel lichtelijk, maar er zit wel in. Zwemmen als 5e, dat is ook niet verkeerd te zwemmen, want er waren iets van 9 of zo, dus. Not bad. Ik vind het wel leuker dat ik die Genji bullyde. Remco, je bent gewoon een bully op iedereen, jongen. Mij was je ook een bully. Ja, jij zo'n. Hey, drep je Remco. En dan was het van. En dan loop je gewoon in me. Ja, nee, ik weet niet wat mijn plan was. Dat zou ik eerlijk zeggen. Hey, drep je Remco, laat me zoiets uit. Oké, nou.
Met 5 man nog. Let's go, nu gaan we tryharden. Wacht, mensen zijn al begonnen en ik span net in. Waarom kan ik... dat ding dat duurde zo lang voor ik hem kapot maakte. Moet jij nog inspannen? Nou, ik was net ingespand, maar jullie waren toen al bezig. Jesus, ga weg. Ik word achterna gezeten door iemand. Geen zin in. Oké, psych. Hopelijk gaat hij me voorbij. Hopelijk komt hij me achterna en gaat hij me gewoon roetjes die van me voorbij ofzo. Nee, oké. Okay. Oh, wacht, jawel! Fuck off! Nee, dit ben ik. Oh, hey. Ja hoor, ben nu weer... Weet je wat, ik heb teleport. Fuck you. Natuurlijk had hij weer shield, hè. God damn it. Fear my superior skills, ik zag het wel, Sven. Ik ging dan gewoon naar beneden en opeens... Hé, Lana, jij ook hier? Nee, nee, er zat iemand achter me aan. Was jij dat dan ook? Of was dat iemand anders? Nee, ik zat niet achter jou aan. Ik ben echt allemaal van die cubes aan het verzamelen bij die... hoe heet die dingen? Bij die generators, zeg maar. Oké, nou, mensen zoeken. Daar is het. Nope, dat wordt hem niet. Ah, arme Sven. Huh? Oh, die airshots. Give me those cute boys. Oh. Nee, ik heb geen dingen. Nee, fuck! Wow, hallo, wat is dit hier? Jesus. Oh, die grote is al. Oké, waarom? Waarom? Ja, jongen, aan de ene kant was de grootste was... Ja, ik zag het. Ik moest ook vluchten ervan. En dan kom jij eraan. Jij bent dat. Ja, maar die gozer. Waarom vind ik hem de hele tijd? Okay, een beetje oppassen. Oké, ik ben hem aan het grijpen. Kom op. Yes, yes! Oh, nice. Hey. Oh, come on, really? Waarom pak je nou je shit op? Hey. Oh, goddammit, so close. Echt, ik kill zo'n op een grootste teergozer. En dan komt er iemand binnen, jeet. Het was zelfs mijn ding, mijn nemesis. Nice, there we go. Alright. Ik ben echt blij met die upgrades de hele tijd. Steel. Oeh, steel is misschien een goeie. Zo, ik heb die ene gozer gekilled, maar dan komt deze gozer komt weer aan met zijn extra damage. Ja, yeah, I know. Nou, fuck, extra damage, dat is niet zo fijn. Oh, ik had hem! Oh my god. En nu ben ik, de Titan. Hey, wat ben jij nou weer? Sven! Sven, jongen! Sven loopt ook achteraan als een fucking blokje. Hij was echt zo'n klein kutding. Oh. Nee, Q. Oh, godzonder, zo close. Oké, ik ben in ieder geval nog prime dan. Dammit, man, ik zie constant van die rode gozers met double damage. Dat is echt annoying. Oh, zo close. Oké, ik had assist op hem in ieder geval. Ja, het is Remco! Kom op. Nee. Oh my god, so close. Maar je verleurde ook net voor mijn neus, jongen. Had je steel? Ja. Dammit. Yes! Oh. Nee, Remco, no, don't, don't! Come on, man, laat me nou een keer doorgaan. Fuck hell. Nee. Mijn blokken, Sven, mijn blokken. Ja. Natuurlijk heb je dat weer, Remco. Natuurlijk heb je double damage. Ren maar weg, hè. I try. Het gaat niet al lekker. Zie je, het gaat goed niet. Bitch. Waarom heb je weer double damage? Je hebt zoveel die double damage volgens mij, man. Fucking hell. Valt wel mee, op zich. Ja. Hey, nee, mijn blokken. Ja. Mijn blokken. Nee. Oké, deze van mij. Hey. Fuck you. Mijn blokken laten. Nee. Oké, maar weg. Dat telt meteen naar het begin. Wauw. Nou, jongens, het zit er helaas niet in om mega te worden van mij, I guess. Ik word alleen maar gebullied door iedereen. Bully Hunter. De Bully Hunter. Lano, guess what I am. Ja, dat dacht ik wel al. Nieuw record. Goddammit, ik vind het alleen maar van die grote gozers die fucking damage boosters zijn en shit, dat is bullshit, constant. Nu was het 55 seconden. 55 seconden. Not bad. Zie je het? Oh my god, hoe krijg ik dit? Letterlijk overal waar ik ga, Remco, zit een damage boosted tier 4 of 5 of zo. Dat is ongelooflijk, ik kan niks doen. Waarom heeft iedereen de damage boost? Hier weer! Ga weg of zo!
Tjoe! Nice, my dude. Ik mag je niet. Ga dood. Ga dood. Maak jij dat je damage boosted bent. Ik rek je. There you go. Fucking Christ. Ja, 10 seconden nog. Nee, maar echt gewoon iedereen heeft damage boost hier van mij, jongen. Hey, Sven is dingen. Ah, nog snel. Ah, oh, Sven was net geteamd voor. Wat? Nee, hey, ik zat op Sven bezig en hij was bezig met een veel grotere dude, dus hij was gesandwiched. En first again. Ah, tweede. Een lange tijd was ik eerste, maar nog steeds geen Omega. Dat is gewoon hetgeen. Ik wil dat wel even in deze video laten zien, Omega vorm. There we go. Dit is Omega, finally. En dan heb je dus een permanente laser, maar dat zag je dus al vaak genoeg. Hey, ga eens weg, ga eens weg, heb mijn ding. Wegwezen, oké. Okay. Dus dat hebben we allemaal even voor what the hell? We hebben Sven. Ja, Sven. Come at me, bro. Het is orange. Allemaal van die kleine fucks hier. Jezus, ziet er fucking epic uit. Waar de hel? Wordt naar alle kanten beschoten. Jezus, oké. Okay. Oh, iemand heeft ook een knockback. Oké, okay, dat was het. Het was niet lang, maar ik weet niet. Wacht, hoe kan je zien hoe lang het was? Oh, dan kan je duizend, hè? Het was met 36, maar goed, omdat ik echt teruggetarred werd door iedereen en ik zag niemand. Allemaal kleine facts of zo, volgens mij. Ja. Jezus. En dan ben je dus begin weer vanaf klein. Dus ik had op Mega Taint, zo werkt dat dus. Dus nu hebben jullie in ieder geval gezien hoe Omega eruit ziet. Het is echt super vet. Maar goed, in ieder geval, dat is dus Atom Mega. Best wel een cool spel. Je kan er echt wel veel tijd in steken. Eigenlijk is het meer bedoeld om even een blow-off game. Dus zeg maar, je hebt net heel lang gegamed en dan ga je een paar potjes dit doen, twee of zo. Dat is een beetje wat voor type game dit is. Mm-hmm. Maar ik vind het heel vet. Het is dus, ja, ik moet nog een beetje leren. Het ging niet echt super geweldig nu. Ik niet omdat Remco een bully was, maar... anyway, Remco is hier fucking goed in, dat kan ik ook gewoon zeggen. Maar, ja, cool spel als je wil kopen. Het is volgens mij 10 euro op Steam. Dus ja, want er was een sale, maar die is nu helaas over. Dus 10 euro op Steam, kan je hem kopen als je wil doen. En ja, dat was het. Dus bedankt voor het kijken, hoop dat jullie hebben genoten en tot de volgende video. Bye bye.